Hallo jongens, spijtjes, welkom bij deze nieuwe video. In deze video ga ik iets leuks doen. Ik mag even niet zo hard praten, want ik ga een verrassingscadeau aan mijn vriend geven. En hij staat daar momenteel aan de overkant. Ik ga hem verrassen en hij krijgt nooit een cadeautje, dus dat vind ik niet leuk. Dus ik wil voor hem een cadeau halen. Dus ik ga voor hem halen. Ik mocht zijn naam niet zeggen, want dat heb ik al vaak gezegd. En ik ben met Edits, abonneer ik op Edits en met Goede Aarde. Alleen Goede Aarde mag op beeld. Maar ja, ik ga nu stiekem filmen, terwijl hij niet door heeft. Het is vandaag dinsdag. Donderdag ga ik het halen. En vrijdag ga ik het geven aan mijn vriend als verrassingscadeau. Want dat ik echt nooit cadeau. Dan zie ik het zo meteen. En ik moet nog even iets zeggen. Ik vind het echt niet leuk voor kinderen. Ja, dat is mijn vriend zijn naam. Ik mag alleen zijn naam zeggen. Verder niks. Ik wil voor hem een cadeau halen met Kerim. Hebben we ooit al gezien. Kerim GC. En nog Milan. Leuke Milan. Voor hem ga ik met hun samen ga ik cadeau voor mijn vriend halen. Want hij krijgt nooit cadeau. Alleen bij Overfeest en zo. Dus ja, voor deze keer ga ik het halen. Ik zie jullie zo meteen. Jongens, meisjes, ik ben nu met Goede Aarde. Abonneer ik op hem. Ja, we zijn... Ja, mijn vriend dus. Voor hem willen we dus een verrassingscadeau geven met Kerm GC en Milan. Net verteld. Milan de Leuke. Ja, dus we willen wel iets halen. We hebben een paar opties. Hij komt hier nu in schaam. Hier. We hebben optie naar Sport 2000. Een bal halen. We hebben optie cadeaukaart. Kijk, staat hier nog steeds cadeaukaart halen. Of we hebben nog een optie van wat dan weer. Ja, ik had het eventjes vergeten hoor. Nintendo. Maar we hebben gewoon, ja, gewoon cadeaukaart van Nintendo. Of een bal. Daar was vergeten, maar je kan het hier wel zien. Dus ja, ik zie jullie morgen. En morgen is het offerfeest. Ja. Voor Arda en mij. Ze hebben morgen geen school, hebben afgezegd. Dus ja, we hebben wel morgen zin in. Ik denk ook wel een stuk van het offerfeest filmen. Ik ga ook veel snoep eten en zo. Dus ja, ik zie jullie morgen. The next morning. Jongens en meisjes, het volgende morgen. En het is offerfeest. Heel goed feest. Ik ben nu bij mijn oma met Goede Aarde. Hallo jongens. Abonneer ook op hem. Ja, we gaan allemaal leuke dingen doen. En we moeten nog steeds iets voor kinderen onze verrassingscadeau doen. Ja. Morgen gaan we halen, donderdag, vanuit woensdag. Morgen donderdag gaan we halen. En vrijdag gaan we geven. Maar dat zit allemaal in deze video. Ik zit video. Ook nog een video te maken. Dus check ook Goede Aarde zijn kanaal. Maar die is pas echt later online. Ja. En mijn ook. Maar ja, ze zit nu even te chillen. Want onder is hele chaos. Hier. Maar ik zie jullie als, ja, als er gewoon veel mensen zijn. Hallo jongens, meisjes. Ik ben nu buiten. Het is ongeveer 11 uur of zo, 11:15. En ja, ik ben hier even met mijn neefjes aan het lopen. Straks komen mijn andere neefjes en nichten. En ja, die ga ik nog even op de hand kussen. Ja, dat hoort erbij, ja. Maar ik zit nu gewoon nog buiten spelen. Kijk daar, dat is mijn broertje en Immer. Maar ik zie jullie wel zo meteen als ik... Of misschien zie ik jullie morgen. Of ik zie jullie zo meteen weer. Jongens, maar ik ben nu even binnen aan het chillen, want er is buiten een hele chaos met al die kinderen bij. Ja, ik zit nu gewoon te chillen op mijn oma's bed. Ja, ik heb niks te doen. Ik denk dat ik jullie eigenlijk morgen weer ga zien. En morgen is het de dag. En dan, ja, dan gaan we iets halen voor mijn vriend. Voor mijn vriend, want zijn verjaardag was gisteren geweest. En dan ga ik nog met Kerim en nog met Milan. Dat zijn mijn vrienden. En met hem gaan we de... Ja, we konden gewoon uit dingen kiezen. Bal, Pokémon vond hij leuk. Of een cadeaukaart van Nintendo. Eén van die gaan we halen. En ja, ik zie je wel morgen als we het gaan halen. The next morning. Hallo, jongens en meisjes. We gaan nu het ding halen, maar ik mag het even niet vertellen, want degene is hier nu bij. Maar jullie weten wat we gaan doen. Dus blijf deze video vooral kijken. We zijn hier met Mirza en met Kerim.
En ja, we gaan nog. Nu zijn we onderweg naar de stad, we zijn er bijna. En binnenkort gaan we weer naar de plek waar we vorige keer zijn gegaan. Ja, ja. Dan zie ik jullie bij de stad. Jongens en meisjes, we zijn aangekomen voor mijn vriend Kenan. Wij gaan voor hem het cadeau halen. We Sport 2000, de Champions League bal. En Kenan denkt nu dat we voor onze andere vriend de bal gaan halen. En die andere vriend weet dat. En die andere vriend denkt nu dat we voor Kenan gaan halen, maar voor Kenan. Ik ga even omhoog. En dan zie ik jullie als we de bal hebben. Jongens en meisjes, we hebben voor mijn vriend Kenan deze mooie bal van 28 euro gehaald. Hij is er heel blij mee, hij zit ook gewoon langs het kanaal. En hier is Mirza. Wij gaan zaterdag naar PSV. Ja, we vinden het heel leuk. Hij mag helaas niet op beeld, maar hij is er heel blij mee. Hij is ons heel dankbaar. Hij had de hele tijd niet door. Maar hij is er super blij mee. Kan je stem laten horen? Hoi. Ja, hij is er blij mee. Dus eigenlijk is het einde van de video. Wij willen hem eigenlijk vrijdag geven, maar we hebben vandaag gegeven. Dat was even een video. Als jullie de video leuk vond, geef dan duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren onder de video. Doei doei! Dit was het einde!